Dus het hele publiek is gewend, neigt ernaar om te duiden in lijnen van, goh, wat vond ik eigenlijk al van iemand? Ja. En dan is een uh, VVDer die uh, liegt over uh, nareis op nareis... voor iedereen die tegen de VVD is, als iets van, ja, ja, dat kun je verwachten. Daar ben ik eigenlijk niet verbaasd over. En dat nee. wordt dan in de eigen bubbel flink rondgepompt. Ja. Maar steekt dan niet over omdat juist uh, zeg maar aan. De andere kant van het spectrum, mensen mm -hmm. ook net in de gevechts- en verdedigingshouding staan. Ja. 28 aspirant-bewindslieden worden vanaf vandaag door de Tweede Kamer gehoord. Een noviteit in Den Haag, maar die klinkt ook kritiek. Spectakelpolitiek, zo noemde CDA-leider Henry Bontemallet. Uh, Arjen, het CDA doet daarom niet mee, net als de SP, de SGP en de Christenunie. Uh, want ja, de Kamercommissie of de Tweede Kamer kan verder niet instemmen met de benoeming van de bewindspersonen of juist de andere kant op uh, ze afwijzen. Uh, snap je die kritiek? Ik? Ik kan me er wel wat bij voorstellen, juist omdat het dus inderdaad. Kijk, je verwacht van het parlement dat er uh, fel gedebatteerd wordt en dat uh, de macht gecontroleerd wordt, en dat er inderdaad ook. Ja, dat daar een macht achter zit. En die is bij deze hoorzittingen toch min of meer losgekoppeld. Ik bedoel, in theorie kunnen ze nu iemand heel, het vuur heel na aan de schenen leggen en dan bij het debat over de regeringsverklaringen over twee weken een motie van wantrouwen mm -hmm. indienen. Dan maar, kan er wel gestemd worden? Ja. Dan kan er wel gestemd worden. Maar het heeft, het heeft een, ja, een voorstellingsgehalte, ook omdat het aantal vragen is beperkt. Uh, dus je kunt ook niet, ze kunnen niet voluit debatteren. Dus ik hoorde vanmorgen iets van, het is een soort uh, de, de combinatie tussen een voorstelrondje en een sollicitatiegesprek. Ja, en die Combinatie is. Ja, dat, die, die is wat ongemakkelijk. Hoewel ja. het natuurlijk ook, het kan best spannend worden, daar gaat het verder niet om. Mm. Maar je hebt ook. Wat mijn wantrouwen een beetje voedt, is dat de Tweede Kamer de afgelopen jaren sowieso af en toe al op een YouTube opnamestudio lijkt. Mm. Waarbij iedereen zijn zegje doet, uh, een paar snedige opmerkingen maakt tegen mm. de tegenstander. Ja. Dat leuk verknipt en via de socials verspreidt. En ja. Ergens vrees ik een beetje dat dit project dat gaat institutionaliseren. Ja. Tegelijkertijd, Jan, zou je ook kunnen zeggen: een hele hoop van deze toekomstige kennen we niet, stonden niet op een kieslijst. Zo leren we ze wel een beetje kennen. Ja, of, of dit het middel is, dat is de vraag. Als je als partij één vraag mag stellen, ik heb begrepen dat de oppositie wel die vragen op elkaar af zal stemmen. Ja, per fractie mag je twee vragen stellen, maar het kan natuurlijk zijn dat je drie bewinselingen tegenover je hebt, want ze worden per departement. Ja. En, en, en bij mevrouw Faber zal het. Ik geloof dat die donderdag of maandag aan de beurt is. Zal er zeker een vraag uh, komen over de complottheorie omvolking. Dus je kunt het allemaal wel een beetje bedenken. En dat al die antwoorden al lang ingestudeerd zijn. Uh, maar de vraag vind ik wel belangrijk. Vind ik als burger belangrijk. Uh, vindt zij nog steeds dat wat zij toen beweerde dat het juist is, mm -hmm. Durft ze het terug te nemen? Durf ze een excuus aan te bieden. En daarvan heeft ze al gezegd dat ik dat niet ga doen. Dat heeft Geert Wilders ook natuurlijk mm -hmm. gezegd over wat hij in het verleden heeft geroepen. Dat vind ik wel belangrijk. Ja. Uh, en uiteindelijk zal het bij de regeringsverklaring uh, nog duidelijker worden. En zal echt een debat ontstaan. En, ja. en kan er een motie worden ingediend, et cetera, et cetera. Dit is toch een beetje, beetje, voelt het alsof je bij je schoonfamilie voor de eerste kennismaking op bezoek gaat. Voelt oh ja. altijd ongemakkelijk. Ja, je zou ook kunnen zeggen, Arjen, dit is het moment waarop we kunnen gaan zien of de oppositie een beetje samen kan werken. Want als je als fractie maar twee vragen kan stellen, dan kun je ook afspreken met elkaar. Nou, wij doen deze twee vragen. Je mag niet doorvragen, maar jij mag wel een doorvraag stellen op mijn doen, vraag. Ja, dat, dat, dat was... Er is dus een aantal oppositiepartijen sowieso de komende periode mm -hmm. van plan. Dus in die, en in die zin kun je... Is, is dit, uh, is dit dan misschien een beetje het, het, het proefzwem of de generale repetitie van uh, we gaan eens kijken hoe dat uitpakt. Ja. Ook uh, in, een, in een bijeenkomst zonder grote consequenties ja. Maar ik ben op zich wel benieuwd uh, hoe dat gaat, hoewel je ook daar weer het, het risico hebt dat, uh, dat zeg maar, de, de oppositielijn die dan afgesproken wordt. Dat dat te zeer gaat uh, knellen als een soort scenario in het debat. Waarbij uh, ze ook een beetje naar elkaar gaan zitten. Kijk van ja, nu ga jij dit zetten en nu ga jij dat zeggen. Je moet in zo'n debat natuurlijk ook op een gegeven moment kunnen improviseren. Ja. Bij een, Je bent uh, bang dat het leven er een beetje uitzuigt. Ik sluit het niet uit. <laughs> Marco Hekkert, u vindt het wel wat hebben hè, deze hoorzittingen. Ja, want kijk, het was natuurlijk een voorstel van D66 om uh, dit uh, vaak te doen. En nu hebben we de unieke situatie: hè, dat we een totaal nieuwe partij die voor het eerst regeringsverantwoordelijkheid uh, gaat nemen. En ook een aantal ministers waar best wat over te doen is. Uh, dus je kan het allemaal in dat licht zien. Maar kijk, ik zit nu vrij dicht op de politiek, hè? Dus uh, die mensen die zometeen gaan beginnen, die, die leer ik allemaal. De komende tijd wel, wel ja, enigszins kennen. En die kennen, gaat u dan adviseren? Ja. ja. Dus uh, voor, voor mij komen die mensen best dichtbij. Maar uh, toen ik dat nog niet uh, had, ja, het duurde bij mij echt wel anderhalf, twee jaar voordat je een beetje gevoel had van welk poppetje nou op welke plek zat. Uh, en ik vind dit eigenlijk ja wel heel aantrekkelijk dat je um, gewoon een, even ja, toch een persoonlijk voorstel rondje. Dit ben ik. Dit is wat waarom ik dit ook wil doen. Dit zijn mijn ideeën. Mm -hmm. Um, zodat toch die, die ja, politiek ja. wat meer bij ons uh, thuiskomt. Dat je denkt: oh ja, dit, dit, uh, dit is die minister die staat hiervoor. En u vreest niet die spektakelpolitiek? Nou ja, ja tuurlijk. Zo, zo oh. zal het uh, ook wel weer uh, misschien gaan uitpakken. Maar dat neemt niet weg dat ik uh, het voorstelrondje wel heel fijn vind. Ja. ja, de cv's zijn ook openbaar nu aan de motivatiebrieven. Heb je al wat gelezen, Arjen? Ja. Ik heb een, be een beetje zitten struinen. De, maar ik, ik heb er vijf achter elkaar gelezen, dus nu ben ik bang dat ik de verschillende ja. mensen door elkaar ga halen. Maar er is wel ja. iemand die van tuinieren houdt. Hobbies komen er ook. En je ziet ook wat dat betreft is het wel echt de, de, de heerlijk uh, de spitten om in tuinierspraak uh, te blijven. Maar je, je ziet dus hele, ook verschillen in lettertype en in opmaak en in soberheid. De, mm -hmm. de, de Sophie Hermans, van wie ik dacht, van, nou, daar staat een groot VVD-logo op. Dat, dat lijkt me gewoon alsof ze alsof ze achter Word heeft even een paar oh ja. dingen op een rijtje heeft zitten zetten opstel ja ja dus dat en wat dat betreft ook de nou ja, in het verlengde van wat jij zei denk ik dat ergens misschien het interessantste van die van al die hoorzittingen niet zozeer zijn die mensen over wie de grote controversies zijn maar inderdaad al die anderen dat je inderdaad juist daar eens kijkt van... goh, wie is, wie is die, uh, die nieuwe minister van Binnenlandse ja. Zaken nou eigenlijk? Ja, uh, die hoorzittingen zijn niet het enige spannende... dat er plaatsvindt vandaag in Den Haag. Er is ook nog een kamerdebat. Dilan Jezorgus, VVD-leider en minister van Justitie en Veiligheid... demotionair dan, moet zich verantwoorden in dat debat... over haar nareis-op-nareis-uitspraken. De aanvraag van dit debat werd drie keer eerder weggestemd door de Kamer... maar het komt er dus nu uiteindelijk toch. En bij ons is daarom even Floor Bremer, politiek verslaggever bij RTL Nieuws. Floor, goedemorgen. Goedemorgen. Het is een dossier dat jij goed volgt. Um, en gisteravond laat uh, kwamen pas de antwoorden van Jassikus... op die kamervragen. antwoorden waar jij heel lang op zat te wachten. Ja, uh, nou, er waren meerdere sets kamervragen ingediend. Uh, dus iedereen zat erop te wachten, want er werd gezegd... ja, in aanloop naar het debat komen ze. Nou, dat was gisteravond, ik geloof ergens tussen tien en elf. Uh, en de processchets, nou, daar hebben we helemaal lang op moeten wachten. Die kon ik vanmorgen pas ergens vinden. Dus ja, dat is natuurlijk ook een beetje een trucje om... Uh, van nou ja, dan is... Uh, ik geloof dat Nieuwsuur had er nog een item over. Dat was dan ook al geweest. Mm. Dus dan kun je die dingen wel doen... en dan zal het niet zoveel aandacht krijgen. Oh, dat ja. was een beetje mijn gevoel ja. erbij. En wat is de belangrijkste conclusie als je die antwoorden leest? Nou, de belangrijkste conclusie is eigenlijk dat... op het moment dat Jesse um, Gus zei in Op 1... dat was een dag na de val van het kabinet... Um, dat het heel veel mensen waren die via nareis op nareis of gestapelde gezinshereniging naar Nederland kwamen, dat ze dat toen nog niet wist, want daar had ze helemaal geen aanwijzingen voor, want ze had geen cijfers. Mm -hmm. staat er in die stukken en er staat ook in die stukken dat er ook verder geen concept van was. En in november, toen zij zei van ja, het waren er duizenden. Dat kon zij toen ook nog niet gewezen, geweten hebben volgens deze stukken. Want toen waren er ook nog geen cijfers bekend bij het ministerie. De echte cijfers die bij het ministerie bekend waren, die kwamen pas in januari. Ja. En toen leerden ze pas dat het er 780 waren in vijf jaar tijd. Ja. Dus. In een verkiezingscampagne heeft zij dus tot twee keer toe, in ieder geval in de openbaarheid, op basis van niks uitspraken gedaan. Ja. Volgens en tegelijk... deze stukken. Je weet niet of er natuurlijk nog wat anders was, maar volgens nee. deze stukken. Ja, ze had de officiële cijfers, had ze niet? Kan ze zich daar nog achter verschuilen? Nou ja, ze had ze niet. Maar dan is natuurlijk de vraag: waarom meen je dan wel te zeggen dat die cijfers heel hoog zijn? Mm -hmm. Um, want daar was geen aanleiding voor, behalve dat er ergens in staat dat IND gezegd zou hebben dat het een, uh, ik weet niet meer precies hoe ze het zeiden, maar dat het ging om um, dat er misbruik van gemaakt zou worden. Yeah. Maar dat rechtvaardig nog niet, althans, zij had toen op dat moment niet de wetenschap nee. dat het dus om heel erg veel mensen ging. Dus ja, de vraag is dan toch een beetje: wat wist zij? En, ze loog daarover. Waarom deed ze dat? Waar baseerden ze dat dan op? Dat is een vraag die nog boven de partij hangt. Mm -hmm. En een andere vraag die boven de partij hangt, is natuurlijk was er dan niemand op dat hele ministerie die wist. Want de IND had die cijfers al, maar mochten ze toen niet openbaar maken, omdat mm -hmm. ze zoveel vragen van uh, journalisten kregen. Wist niemand op dat ministerie dat daar bij de IND al wat cijfers lagen? Die toen, waarvan ze zeiden van ja, moeten we nog even goed bekijken? Maar die eigenlijk heel erg overeenkwamen met de uiteindelijke cijfers. Yes. Dus de grote vraag is dan: was er niet ergens een concept op dat ministerie? En wat ook nog saillant is, op dat moment was de hoogste baas op dat ministerie mm -hmm. was Dick Schoof. Ja. En Dick Schoof wordt natuurlijk nu onze premier. Dus als ineens blijkt, en dat gebeurt nog wel eens in dat ministerie, dat er ergens toch een conceptstuk lag. En dat het ergens toch bekend was, mm -hmm. ja, dat is natuurlijk in potentie uh, een uh, liability een, uh, voor onze nieuwe premier. Ja. ja. Um, Arjen, um, media hebben je wel over geschreven. Hè, dus we zat bij Op1, zoals Floor zei. Toen heeft ze die uitspraken gedaan over die nareis op nareis. Een dag na geloof ik, kwam jouw krant NRC al met een stuk met experts... die zeiden, nou, uh, de soep wordt niet zo heet gegeten. Het gaat niet zo om heel veel mensen. Of dat vluchtelingenwerk die eerst kwam. En toen kwam NRC maar vrij snel na elkaar. Um, maar dat deed niks, dus blijkbaar. Nee, soms vallen die dingen toch uh, uiteindelijk uh, plat... Ja. Waarbij, het ook, waarbij natuurlijk ook meespeelt dat de. Kijk, dat onthullingen die het meeste. Te, uh, teweeg brengen, zijn de onthullingen die echt uh, die heel verrassend zijn. En dit is uh, op zich is voor de. En we zaten, je zit natuurlijk ook als een kabinet valt meteen midden in de verkiezingscampagne. Uh -huh. Dus het hele publiek is gewend, neigt ernaar om te duiden in lijnen van. Goh, wat vond ik eigenlijk al van iemand? Ja. En dan is een uh, VVD'er die uh, liegt over uh, nareis op nareis. Voor iedereen die. Tegen de VVD is als zoiets van ja, ja, dat kun je verwachten. Daar ben ik eigenlijk niet verbaasd over. En dat mm. wordt dan in de eigen bubbel flink rondgepompt. Yeah. Maar steekt dan niet over, omdat juist, uh, zeg maar aan de andere kant van het spectrum... mensen mm -hmm. ook net in de gevechts- en verdedigingshouding staan. Ja, want de Volkskrant heeft het later nog wel geprobeerd. Dus dat was de interview vlak voor de verkiezingen... waarin ze het ook weer had over die duizenden op duizenden nareizigers. En dan zegt ook de Volkskrant, nou deskundigen... die noemen dit een non-issue. De IND die wij belden weet nog altijd niet over hoeveel mensen het gaat... maar het lijkt een kleine groep te zijn. En dan zegt hij, als ik eens, dan doet hij de adviezen van ambtenaren... en on onafhankelijke deskundigen tekort. Daar heb ik echt een probleem mee. Jan. Ja, daar zegt ze nogal wat. Kijk, het, het woordje lieg is nu al twee keer gevallen door Floor en, 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 en net door jou. Kijk, zij, zij heeft ons, vind ik, ook, ook veel kiezers. en het feit dat. Pas nu een debat komt, dat is ook een bewuste keuze ja. geweest om het maar niet voor de verkiezingen. Of weet je wat, dat wilde men ook niet in de, in de onderhandelingen voor het nieuwe kabinet. Uh, ja, ik, ik vind het nogal wat dat we door deze mevrouw op het verkeerde been zijn gezet. Uh, en dat de kranten, de media, ook wij allemaal, de NRC was er dan wel dichtbij, maar het is niet opgepakt. Dat we dit gewoon hebben laten lopen. Dat wij. Geloofden dat het duizenden mensen betrof. Terwijl het uiteindelijk maar 700 nog wat mensen betrof in vijf jaar 680. tijd. 780. Mag, en... mag ik daar even op reageren? Want het, het probleem toen was. Um, wij hebben allemaal gebeld met de IND. Er is één instantie die die cijfers registreert. En de IND zei toen, wij hebben daar geen cijfers van. En dan kom je terecht in een soort moeras van uh, bijvoorbeeld ja. vluchtelingenwerk die zegt, nou volgens ons zijn het er weinig. Een minister die zegt, nou volgens mij zijn het er heel erg veel. Ja. Een verkiezingscampagne die zich uitrolt, maar de echte harde cijfers die bij de IND waren, die kreeg niemand. Dat was het probleem. Ja, maar die lagen wel, vermoedelijk, wat ik net hoorde, op het ministerie. Nee, 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 nee. Het zou kunnen zijn. Zij ontkennen dat nu zelf. Ja. Maar wij weten wel, want twee weken geleden kwam dat stuk naar buiten: dat de IND, omdat ze zoveel persvragen kregen, een stuk had gemaakt waarin zij zeiden: Dit zijn de cijfers die wij hebben, kunnen we die gaan communiceren? En toen is er besloten om dat niet te doen, omdat ja. ze die cijfers nog verder wilden onderzoeken. Dus iedereen stond op drijfzand. Ja. Ja. ja, ja. Floor, waar ga jij op letten in dit debat? Wat maakt dit nou interessant? Nou ja, kijk, voor de positie van Jesselkus is het natuurlijk niet meer zo interessant. Want zij is nog maar een hele korte tijd minister van Justitie. Of demissionair minister van Justitie. Maar ze blijft natuurlijk wel VVD-leider. Dus voor haar zal het dan misschien een uh, kras zijn. Of een deuk in het vertrouwen in haar. Wat misschien ook wel weer snel vergeten wordt. Maar het wordt natuurlijk wel interessant hoe, hoe zij zich gaat verdedigen voor het feit dat ze die leugen heeft verteld. En dat zal haar blijven achtervolgen. Kijk, het zal voor haar. Uh, plek als minister natuurlijk uh, weinig uh, risico meer zijn, mm -hmm. omdat het nog maar zo kort is. Ja. En het is natuurlijk ook interessant wat zij er verder over zegt, ook omdat dit natuurlijk ook raakt aan Schoof, die ook op dat ministerie zat Tik Schoof. Dankjewel, Flor, we blijven dit volgen. Fijn dat je even mee kon praten. Wil je meer van het Mediaforum zien? Klik dan hier voor de andere video's van spraakmakers. Of luister het Mediaforum dagelijks terug via je favoriete podcast-app.